Ik ben blij om hier te zijn. Ik ben blij dat jullie er zijn. We hebben een interessante thema. Dat is dus het boek van Hosea. Zoals Hans dat ook al gezegd heeft, dat is de eerste van de kleine profeten. Maar we hebben het gekozen omdat het spreekt over de liefde van God tot de mensen toe. En trouwens, Hosea in het Hebreeuws is Hoshaya. En dat betekent verlossing van God. Komt van God. En ik vind het zo mooi hoe het boek begint. Het boek begint het woord des Heren dat tot Hosea de zoon van Beeri kwam. Het is het woord van God dat tot ons komt vanavond. Het is het woord van God dat vlees geworden is en tot de mensen gekomen is. En tot deze wereld gekomen is. Het is het woord van God. En dat is de liefde van God. Ook geïllustreerd in het leven van Hosea. We zullen morgen dat beter zien. En we zullen dat morgen ook wat dichter zien. Wat van Hosea wordt gevraagd. Waarom hij zoiets moet doen. En wat wilde God met dit boodschap bereiken. De tijd van Hosea is ook gelijk aan onze tijd. Het is niet anders. Het is een geest die heerst van materialisme, van handel, van sociale kwalen. En dat is wat. En daarom is het van toepassing ook in onze tijd. Het is. Hosea leeft in de ergste en donkerste periode van Israël. Vlak voordat ze meegenomen worden in ballingschap naar Assyrië. Zoals we ook hebben gezien, het noordelijke koninkrijk werd genomen. Naar Assyrië en het zuidelijke gedeelte ging naar Babylon uiteindelijk. Als gevolg van hun zonde. Dus het is geen fijne tijd. En trouwens is mijn boodschap vandaag ook niet echt de fijnste. En dat willen wij ook de liefde van Christus ook hierin brengen. Omdat aansluiten aan deze thema's uit broer Lambert wel spreken over de liefde. En dat vind ik zo mooi dat. Na twee thema's die spreken over de ellende en de zonde van het volk van Israël. Toch komt een thema die spreekt over wat is de hoop die God heeft voor zijn volk. Hij heeft hoop met zijn volk. En hij wil dat het volk dan beter wordt. Hosea en Amos leven bijna in dezelfde tijd. Of spreken bijna in dezelfde tijd. Dan kan ik even aan jullie doorgeven hoe dat was. Dat was Amos, die heeft eerst gesproken en daarna kwam Hosea met zijn thema, met zijn boodschap. Dus dan weten we dat Hosea niet eerst gekomen is, maar eigenlijk is Amos eerst gekomen. En Amos heeft gesproken ook voor het volk van Israël. Heeft gesproken voor in de tijd van Jeroboam, de tweede. En dat hij leefde ook in de tijd van Uzia, de koning van Juda. Terwijl Hosea is begonnen vanaf de laatste jaar van Jeroboam. En dan heeft hij dit gedeelte meegenomen. En dat is trouwens het ergste. Terwijl Hosea spreekt over de straf van God die komen zou. Dan spreekt Hosea met zijn voorbeeld over de liefde. Maar toch haalt hij bepaalde dingen aan die het volk moest weten. En wat belangrijk voor het volk was om te veranderen. En dat is dus wat wij vandaag zullen zien in deze thema van Hosea. Ik heb, zoals jullie hebben gezien, ik heb hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 van het boek van Hosea. Want die spreken best over de zonde van het volk, van de priesters, van de vorsten. En dan wordt het ook zelfs gesproken over profeten die zouden vallen. Dus we hebben te maken met een afval. Het volk is afgevallen van wat God ooit gepland had voor het volk van Israël. Juda, alhoewel ze ook deels en met verschillende koningen afgevallen zijn, ze hadden wel koningen die het volk brachten tot bekering, tot herstel, tot hervorming. In dit gedeelte van Israël, elke koning die kwam, heeft het dus erger gemaakt dan de vorige. En we hebben een dynastie
die, of koningen, een hele set van koningen die de vorige of de familie van de vorige hebben vermoord. En dan kwam een andere en die ook deze vermoord hebben. En dan kwam de andere en ook weer deze vermoord heeft. Dus het was echt corruptie. Het was een verschrikkelijke tijd. En dat is de tijd waar Hosea moet spreken. En dat is niet echt makkelijk. Dat je ziet hoe de afval zo groot is. Hoe mensen elkaar vermoorden. En ook de godsdienst is helemaal vergeten. En dat is jammer natuurlijk om te zien hoe dat allemaal gegaan is. En hoe ze dan in deze vreselijke situatie dan verkeerden op dat moment. En dat is een beetje net als wat Hans heeft laten zien. De tijd en welke profeten dan hebben gesproken. Dus Jesaja leeft ook in de tijd van Hosea. Micha en Jona spreken dus. Jona spreekt tegen Ninive. Micha die spreekt tegenover Juda. Amos was net ervoor. En Elisa was voor Amos. Dus dan heb je Elisa, Amos en Hosea die spreken tegen het volk van Israël. Ja, dus we hebben Elia die spreekt tegen Israël. Elisa ook tegen Israël. Komt Amos en daarna komt Hosea. En tegelijkertijd was Jona, die sprak tegen Ninive. Micha, die sprak ook tegen Juda. En Jesaja ook, die spreekt tegenover Juda. Dus het is best ingewikkeld om over Hosea te spreken. Want je kan niet alleen Hosea aanhalen. Je moet dan ook weer Jesaja aanhalen en ook Amos aanhalen. En dan weer koningen aanhalen en dan weer kronieken aanhalen. Om een heel verhaal te maken van wat gebeurde op dat moment. Dus het is best ingewikkeld geweest om dan deze thema in elkaar te zetten. Omdat het zoveel geschiedenis in elkaar heeft. Zoveel geschiedenis heeft. We zullen ons best doen vandaag om een beetje een begrip te hebben wat de situatie was van de tijd van Hosea. Ik wil een citaat lezen uit Profeten en Koningen, die verzamelt, of die samenvat, deze anarchie en moord in de tijd van deze koningen. En dat is bladzijde 175. En die zegt dat gedurende deze meer dan twee eeuwen hadden de heersers van het tienstammen rijk wind gezaaid en nu oogsten ze storm. De ene koning naar de andere werd vermoord om plaats te maken voor andere eerzuchtige heersers. En elke beginsel van recht werd terzij geschoven. Zij die als getuigen van goddelijke genade voor de volkeren ter aarde hadden moeten staan, handelden trouweloos tegen de Heer. En als we ook naar een samenvatting maken van de verschillende koningen, zien we dat Salom vermoorde Zacharia, Menachem vermoorde Salom, Pekah vermoorde de zoon van Menachem. Hosea, dat was de laatste koning van Israël, vermoorde Pekah. En uiteindelijk werd het koninkrijk van Israël naar ballingschap genomen. Hoe vind je zo'n koninkrijk? Hoe vind je zo'n land? Wat is de geestelijke toestand van de mensen op dat moment? Als de heersers, als de koningen zoiets doen. Wat zou je verwachten van de mensen zelf? En ik wil een citaat aanhalen uit het boek van, hoofdstuk 11, vers 8. En dat vind ik een heel mooie citaat, mooie tekst, die ons laat zien hoeveel pijn deed het aan God. Hoeveel pijn had God met zo'n volk? En wat hij zegt, wat God zegt hier is: hoe zou ik u prijs geven, Efraïm?
How can I give you up? It says in English. Hoe kan ik u prijs geven? Hoe kan ik zomaar opgeven? Hoe zou ik niet strijden om jullie te redden? En hij heeft zijn best gedaan. En hij heeft alles gedaan om Israël tot herstel en tot herleven te brengen. En is hem niet gelukt. En dit is hoe het... Deze zijn de mensen die de mentaliteit van het volk hebben gezaaid. Het volk is zo, ook zo geworden. In onze huidige maatschappij, wat wij in de gemeente zien, is een weerspiegeling van de maatschappij daarbuiten. Van de mentaliteit van het land. Als we nu op dit moment naar Venezuela gaan, en dan haal ik dit aan omdat ik daar ben geweest, en ik vind een heel mooi land. De mensen zijn zo aardig en zijn ze echt zo vrolijk. Wegens de omstandigheden en wegens de armoede die er is. En omdat mensen zo'n lange rij moeten maken om aan de belangrijkste en eenvoudigste dingen moeten komen. Ik bedoel, zoals toiletpapier, zoals eten, zoals olie. Dus de belangrijkste... Basisbehoeften, dat is het woord. Omdat het zo moeilijk voor hun is om aan de basisbehoeftes te komen, is het volk zo vreselijk geworden. En de mentaliteit is zo veranderd dat ze alles doen om te bedriegen en om beste partij voor eigen best wil iets te doen. En de verantwoordelijken zijn de leiders, de presidenten die zo'n mentaliteit hebben gezaaid in de mensen. En dat is jammer. En om dat weg te halen, want als we hier zien, we hebben zoals we net hebben gelezen, 200 jaar aan koningen die vermoorden. Aan koningen die worden vermoord. Aan koningen die het land brengen in afgoderij. En wat kan je verwachten met de mensen? Hoe worden deze mensen? Het enige wat ze denken is aan het kwade. En daarom zien we ook, als we lezen in Openbaring, dat elke keer de boodschap aan de gemeentes gericht wordt aan de leiders. Het is aan de engel van de gemeente van Smyrna. Het is aan de engel van de gemeente van Pergamum. Het is aan de engel van de gemeente van Laodicea. Want het ligt aan de leiders. De leiders die dragen... De grootste verantwoording. En als ze de principes niet hoger stellen, wat kan verwacht worden van het volk? En er was anarchie. En de anarchie begint af vanaf de tijd van Jeroboam de eerste. Een deel heeft broer Hans het aangehaald, maar we zullen wat meer aanhalen hierover. En daarom spreekt Hosea hoofdstuk 4 vers 1 en 2. En die haalt al deze zonden. En we kunnen ze hier allemaal opnoemen. Er is geen trouw in het volk. Er is geen weldadigheid. Er is geen kennis van God in het land. Vloeken, liegen, doodslaan, stelen, overspel doen. Dat is de situatie van Israël. Als in de tijd van, als we even terugdenken aan de tijd van Elia, wat was het gebed? En wat was zijn grootste verlangen? En wat heeft hij ook in gebed voor de Heere gelegd? We kunnen dat vinden als we even samen gaan in onze Bijbels, dat opzoeken. 1 Koningen, hoofdstuk 19. Vers 10. En dat is de tijd van Achab. En dan Elia zegt het 2 keer toe tegenover de Heere. We lezen het in Koningen hoofdstuk 19 vers 10. En en vers 14 lezen we precies hetzelfde. Omdat de Heere 2 keer hem gevraagd had. Wat was zijn probleem? En hij zegt, ze hebben het verbond verlaten, zijn altaren omvergehaald, de profeten hebben ze ook met het zwaard gedood.
drie belangrijke elementen om een hervorming te brengen. Er is niemand die het woord kan spreken. Want de profeten zijn gedood. Er zijn geen priesters die ook kunnen spreken en die ook kunnen bemiddelen voor het volk, omdat de profeten iets anders doen. Aan de altaren, waar bemiddeling wordt gedaan, en waar mensen ook verzoening kunnen vinden en hun zonden kunnen beleiden, ze zijn er niet. Er zijn geen altaren. En dat was wat Elia ook tegen de Heere zei. Ik weet niet wat ik moet doen, maar het volk is gewoon zo ver gegaan dat er verder helemaal niks te doen is. En toch stuurt God Elisa en daarna stuurde Amos en daarna Hosea als laatste profeet voor dit noordelijke gedeelte, noordelijke koninkrijk. Als we lezen, de eerste gedeelte zegt: hoort des Heren woord, gij kinderen Israëls. Want de Heer heeft een twist met de inwoners des lands. Hosea heeft, of ja, hoe zou ik het anders zeggen? De vrouw van Hosea heeft drie kinderen gehad. Maar één van ze was van Hosea. En dat was de eerste. Dat zullen we morgen zien in de preek. Dat zijn vrouw drie kinderen heeft gehad, maar één is van Hosea. En deze Hosea heette Israël. En hij heeft hem zo genoemd, als bevel van God, omdat er iets was gebeurd in Israël. 70 kinderen van Achab zijn gedood door Jehu. En alle profeten van Baal zijn ook gedood. Op zich was niet zo verkeerd, want God wilde het per se de familie van Achab ook doden. Maar de beweegredenen van Jehu om het te doen, de manier hoe het gedaan heeft, en de eer die voor God zou moeten gaan, is naar zichzelf gegaan. En in plaats dat hij het volk tot hervorming brengt, gaat het volk meer in de zonde van Achab. Dus in feite heeft hij helemaal niks gedaan. Maar de bedoeling was om de zonde van Achab te weg te wissen, dat er niet meer zou zijn. Maar in plaats daarvan, dan gaat hij gewoon verder in de zonde van Achab. En dan gaat hij verder. En dat is wat ook, dat wordt aangehaald hier met de twist. En daarom wordt die eerste zoon zo genoemd. En dat lezen we hier, dat Jehu niet van de zonde van Jeroboam geweken heeft, is. Dus hij ging gewoon verder. Hij deed gewoon wat zonde was en hij deed gewoon verkeerd. Hij deed verkeerd en gehandelde verkeerd voor de ogen van God. Als we lezen in Hosea hoofdstuk 4 vers 10, lezen wij: en ze zullen eten maar niet zat worden. Ze zullen hoereren, maar niet uitbreken, in menigte, want ze hebben nagelaten de Heere in acht te nemen. Ze zouden planten, maar ze zouden niet oogsten. Ze zouden hun feesten houden naar Astarte, de godin van vruchtbaarheid, maar ze zouden ook niet vermenigvuldigen. Het koninkrijk van Israël zou niet groter worden. En dat was iets wat de Heere tegen het volk wilde zeggen. We hebben ook een soortgelijke waarschuwing, ook in de tekst van Timotheus. We gaan even naar 1 Timotheus hoofdstuk 6 vers 8 tot en met 11. Vers 8 tot en met 11. Maar als we voedsel en deksel hebben, we zullen daarmede vergenoeg zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking. En in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken en verderf en ondergaan.
Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smart doorstoken. Maar gij, o mens God, vliet deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Wat gebeurt als er zoveel rijkdom is? Wat gebeurt als er zoveel voorspoed is? We hebben net gezien in het verhaal van Salomo, dat hij in plaats van God volgen, hij juist van God weg gegaan is. Want geldgierigheid, hebzucht, niet geld. Het probleem is niet met geld. Het probleem is hebzucht, geldgierigheid. En wat is dat? De wortel van alle kwaad. Omdat we meer willen hebben. En omdat we nooit tevreden zijn. En omdat we altijd iets beters willen hebben. En dat is het bedrog van rijkdom waarover Jezus heeft gehad. Toen hij sprak over die doornen, die dode het zaad, die dode dat plantje dat is begonnen te groeien. En dat is iets waarvoor wij moeten waken. En dat was iets wat de Heere tegen het volk zei. Dat zijn geen fijne woorden, dat zijn geen mooie woorden. Maar dat is wat het volk zo meemaken op een gegeven moment. Een andere punt dat wordt aangehaald, vaak trouwens in het boek van Hosea, hoofdstuk 4 ook heel veel, is over hoederij. De vrouwen gingen achter, de vrouwen werden hoeren. De dochters van het volk werden ook zo. Ze gingen achter afgoden. En ze gingen ook op de hoogten offers brengen, in de heuvelen, onder eik, in de schaduw van deze bomen. En ze gingen offeren en op deze manier gingen ze ook in de afgoderij, maar die ook samenging met sensualiteit en vrije seks. En dat was dus wat gebeurde op dat moment. Dus het was niet alleen het feit dat zij gingen achter de afgoderij, maar alle soorten van losbandigheid ging samen met afgoderij. En daarom is het zo dat God ook deze manier gebruikt om tot het volk te spreken. En hij laat Hosea ook spreken op deze manier tegen het volk, met zijn eigen verhaal. Iets wat hij moet doen en iets wat voor ons begrip echt raar is, dat de Heer zoiets van Hosea vraagt. En dat zullen we morgen zien. Maar dat is omdat de situatie van het volk zo erg was. En ze gingen achter afgoderij. En ze gingen eerder vragen aan de houten beelden wat ze moesten doen. En dan zien we ook dat samen met hoe Hosea spreekt, Jesaja spreekt ook tegen de vrouwen van Juda. Want ze spreken ook over dezelfde. Dus Juda en Israël was in dezelfde situatie. Beide waren in dezelfde situatie beland. Alleen Juda is tot hervorming gekomen. Na de tijd van Jesaja. Maar weer afgevallen zijn. En dan zegt hij ook over voor de dochter van Zion, die zich met ijdelheid gingen. En die gingen ook, zo versieren. En dan lijkt het ook aan onze tijd hoe deze wereld in elkaar zit. En de Heer zegt tegen de dochters van Juda dat hij ook de sieraden zou wegnemen. De mandjes, de kleding, alle ketingen en alles zou wegnemen. Dus hetzelfde was, Israël en Juda belanden in dezelfde situatie. Ik vind het interessant dat wat de Heer ons vandaag vraagt, is dat wij ook
hervormen. En dat wij ook terugkeren naar de principes die hij ook gesteld heeft. Ik wil een stuk lezen uit de Newshaft Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge. En u spreekt wat een juweel is. Een juweel is ook een amulet. Volgens de Oosterse visie, metalen en edelstenen behoren tot bepaalde goden van minerale wereld en bezaten een mysterieuze magische kracht. Bovendien dient elke steen die de aandacht van de persoon afleidt als bescherming tegen het boze oog. Daarom wordt het in het oosten overvloedig juwelen gedragen. Sporen van dit bijgeloof is te vinden in het Oude Testament. In Jesaja 3 vers 20 worden de juwelen van een vrouw benoemd als amuletten. En het is duidelijk te zien dat de halzen van de kamelen van de Midianieten waren amuletten. Dus mensen dragen juwelen en ze weten niet waar ze vandaan komen. Ze weten niet wat het betekent. En ze weten niet wat het doet en waar het verbonden is. Maar het is altijd verbonden met afgoderij. En dan zien we hier dat amuletten, en die hadden een speciale en bijzondere kracht. En daarom zien we in verschillende religies hoe de kettingen en halzen en ringen en alles heeft een bepaalde betekenis. In de cultuur. En dat is cultureel, maar dan neemt het ook een bagage mee. En we dragen dat, of ja, ik zeg wij, ik plaats me ook in de situatie van de mensen, zonder te weten. Niet wetende dat ze ook op deze manier boze geesten vereren. En dat was de situatie van Israël en van Juda op dat moment. En dat is de reden waarom we ook zoeken om een innerlijke versiering te hebben. Ik weet niet of jullie, ik hoop het niet, deze film hebben gezien. The Lord of the Rings. Dat is de Heer van de Ringen. En volgens wat ik heb gelezen en gehoord, heeft de ring heel veel macht. Omdat de ring een middel is waardoor boze geesten aangeroepen kunnen worden. En het is best interessant om te zien dat ook zelfs de ring in het huwelijk komt uit een heidens afgrond. Ik heb hier een citaat van kardinaal Newman. Hij is een katholieke kardinaal. En die haalt alle dingen. En die spreekt ook zegt dat de ring in het huwelijk ook, en de beelden en de lampen en de kaarsen en de wierook en de takken, en haalt heel veel dingen aan. Allemaal van heidense afkomst komen. Zijn allemaal van heidense oorsprong en geheilig voor hun aannemen in de kerk. Dus heel veel dingen wat mensen vandaag de dag doen, precies in dezelfde manier, dat komt allemaal uit deze heidense oorsprong. Ik weet dat dit geen fijne boodschap is, maar dat is een boodschap om wakker te worden. Zodat we wakker kunnen zijn en denken van, wat doen wij? Is alles wat we doen, is het alleen voor de lol? Is het omdat het dan fijn is? Is het omdat het mooier uitziet? Of heeft het een betekenis? En hoe wil God dat wij als christenen gedragen en kleden? Ik wil even teruggaan naar Jeroboam. Jeroboam was, of in de tijd van Jeroboam, is het koninkrijk van Israël tot zijn hoogste punt. Ook zoals in de tijd van David en Salomo. David en Salomo en Jeroboam, die hebben het koninkrijk echt tot een grote stadium gebracht. En het volk werd trots. En ze hadden hoogmoed. Waarom? Omdat ze groot waren, omdat ze geweldig waren. En dat lezen we in deze twee teksten, het volk voelde zich helemaal geweldig op dat moment. Maar op dat moment heb je ook, of loop je het risico om ook tot afval te gaan, tot ondergang te gaan. En dat is wat gebeurde
met het volk van Israël. In 1 Koningen hoofdstuk 12 vers 26 tot 29 lezen wij dat Jeroboam zeide in zijn hart toen er de scheiding gebeurde, dat is in de tijd van Jeroboam de eerste, nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren. En dat wilde hij niet. Hij wilde blijven als koning. Hij wilde zijn positie, zijn macht niet verliezen. En hij vertrouwde niet. God had hem ook geleid om het volk te leiden op dat moment. Maar hij was bang om zijn positie te verliezen. En omdat hij bang was dat het noordelijke koninkrijk terug zou keren naar Jeruzalem, naar Juda, heeft hij iets gedaan. En hij heeft 2 gouden kalveren gemaakt. En hij heeft ook gezegd, net als zoals in de tijd van Mozes, zie uw goden, o Israël, die u uit Egypte land opgebracht hebben. En hij zette het ene te Bethel en het andere stelde hij te Dan. Hij heeft 2 gouden kalveren gemaakt. Niet 1, 2. Je weet wat er gebeurde in de tijd van Mozes. Je weet hoe God boos geworden is omdat ze zo'n gouden kalf hadden gemaakt. En hij heeft niet 1, maar 2 gemaakt. En hij heeft gezegd, zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland opgebracht hebben. Hij heeft de goddienst vervangen door iets anders. Hij heeft ze geleid weg van God tot afgoderij. Tot kalf aanbidding. Maar de beweegreden voor dit is omdat hij bang was of omdat het volk weg wilde houden van de ware aanbidding. Hij wilde niet dat het volk zou aanbidden op de juiste manier. Hij heeft ze gebracht tot een valse manier van aanbidding. En dan zien we hier waar Dan is, dus deze kleine stad, en waar Bethel is. Hier heeft een gouden kalf gezet, voor de noordelijke stammen. En hier ook weer voor de zuidelijke gedeelte. Maar ook zo dicht bij Juda, zodat ook Juda meegenomen zou worden. En dat lezen wij ook in Hosea. En we lezen dat in Hosea hoofdstuk 4, vers 15 en 16. Als we even dat opzoeken. Hosea 4, 15 en 16. Indien gij, o Israël, al ontucht bedrijft, laat dan toch Juda geen schuld op zich laden. Kom dus niet naar Gilgaal en gaat niet naar Beth Aven en zweert er niet, zo waar de Heere leeft. Waarom stellen jullie dat zo dicht bij Juda, om Juda ook mee te slepen met jullie zonde? Indien gij, o Israël, alle ontucht bedrijft, laat dan toch Juda geen schuld op zich laden. Neem ze niet mee. En waarom? Kijk, als wij een keuze hebben gemaakt, als wij iets willen doen, breng geen mensen met je mee. Want, dat is zo erg, en dat lezen we hier in Matteüs hoofdstuk 18, dat het zo erg is om onschuldige mensen mee te slepen in zonde, dat het voor ons beter zou zijn om een steen een molensteen aan de hals te hangen. En laten we lezen, dat is Matteüs hoofdstuk 18. Vers 6. Matteüs 18 vers 6. Maar in ieder die een deze kleinen, die in mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee. Jezus spreekt over de kinderen.
Maar hij zegt het op een manier. Deze die in mij geloven. Als we andere mensen meeslepen in onze zonde of ongeloof, dan is het zo erg voor God. En dat is wat Efraïm, of trouwens ook Israël, het woord Efraïm of Israël aangehaald, omdat Efraïm is de verantwoordelijk op dit moment. Hij was een welvarend, trouwens samen met Manasse. Maar ja, Efraïm is een symbool op een gegeven moment voor het hele Israël, zoals Juda ook staat voor het zuidelijke gedeelte. Dus wanneer ze spreken over Efraïm, dan heeft dit over het noordelijke gedeelte. Nou, voornamelijk hierover. Maar heeft het gewoon daarover. En als je over Juda spreekt, dan is het over het zuidelijke gedeelte. En dat was de kalfaanbidding. En wat kwam met de kalfaanbidding? Ze wilden zichtbare goden hebben. Tenminste, dat gebeurde in Exodus hoofdstuk 32. Mozes is weg. En wat gaan we doen? Nou ja, laten we goden maken. Want Mozes is weg. En het volk maakt zij van hun eigen goud. Ze nemen al hun sieraden die ze meegenomen hadden uit Egypte. Waarmee ze betaald werden. En hebben ze dus daar gegeven. En zogenaamd zijn ze dan de bevrijders van het volk. Ze hebben het volk bevrijd uit Egypte. En ze eten en drinken. En Aaron zegt, morgen gaan we een feest voor de Heere maken. Zo vreselijk is het ook de menging tussen de ware godsdienst en afgoderij. En volgens Jeroboam heeft gezegd, het was bedoeld om het volk af te leiden, zodat ze niet terug zouden keren naar God. Zo, het is een beetje de entertainment. Je wordt geëntertained om niet terug te gaan naar God. Om zo ver mogelijk van God weg te houden. Dat is de bedoeling van kalfaanbidding. Dus een kalfaanbidding staat in verschillende vormen vandaag de dag. Kalfaanbidding is alles aan wie wij ons geld geven. Alles waarvoor wij zoveel investeren. Dat is kalfaanbidding. En we willen onze idolen hebben. We willen mensen hebben, zichtbare mensen, die ons voorbeeld kunnen zijn. Er kunnen wel sterren van de televisie zijn. Er kunnen ook muzikanten zijn. Er kunnen andere mensen, die hebben we echt als voorbeeld. En we willen zichtbare goden hebben. En als ze ons afleiden van God, en als ze ons afleiden van de ware aanbidding, en als ze ons tijd beroven van echt de ware aanbidding, van gebed, van zingen, van de conferenties, dan is dit ook kalfaanbidding. Het probleem met kalfaanbidding was dat er was sensuele genot ook aanwezig. En het volk ging erachterna. En daarom zegt niet alleen Hosea, maar ook Jesaja in zijn boek. Ze halen precies hetzelfde aan. En ze zeggen, het land treurt. En dat zegt Jesaja ook precies hetzelfde. Het land treurt, het kweelt. De Libanon schaamt zich, hij verwelkt. En in hoofdstuk 24 zegt Jesaja ook dat de aarde is bevlekt vanwege zijn inwoners. Want ze overtreden de wetten, ze veranderen de inzettingen, ze vernietigen het eeuwige verbond. En daarom verteert de vloek het land en die daarin wonen zullen verwoest worden. En daarom zullen de inwoners des lands verbrand worden en er zullen weinig mensen overblijven. Wat zou er gebeuren met bijvoorbeeld zo'n land die gelovig is geweest? Protestant, maar die zoveel nu in onze tijd toelaat. En zoveel losbandigheid en zoveel tolereert.
Wat kan er dan verwacht worden van zo'n land? Alleen ondergang. En we weten ook, en zo staat het in de grote conflict, dat wanneer de kerk ook de hand strekt over de kloof en dan samenwerkt met spiritisme, dan is het voorbij. Dan wat we hebben is dat het einde van deze wereld komt. Is dat er duisternis zou komen in deze wereld. Omdat alles kan, omdat alles toegelaten wordt. Het boek van Hosea spreekt tegen het volk dat afgevallen was. En vandaag de dag hebben we ook gouden kalf. Toch? In Utrecht? De Nederlandse filmfestival? En wat leert deze industrie aan ons? Wat leert ons om te doen? Het leert ons om te doden. Het leert ons om te stelen. Het leert ons om bommen te maken. Het leert ons om dat vrije seks oké is. Het leert dat homopraktijken ook oké is. Dat seksualiteit, sensualiteit, alles is oké. En dat komt en we worden gebombardeerd als gemeente. En we zitten ook met z'n allen, of misschien met velen erin. En we moeten ermee strijden, omdat we ook mensen zijn, omdat we ook aangetrokken voelen. Omdat we ook dat willen zien en meekijken. En we geven ook geld ervoor. En dat zijn onze idolen en dat zijn onze helden. En we willen zijn zoals zij. En we willen ook vechten zoals zij. Want ze vechten ook tof. En we willen ook trainen. En we willen ook precies hetzelfde doen. Maar onze gedachten zijn zo ver weg van God. En het leert ons zoveel andere dingen. Het leert ons zoveel andere dingen. Een van de dingen die ook verbonden was met deze afgoderij was de manier van zich opmaken. En ik wil het gewoon aanhalen om niemand te kwetsen. Maar het is een moment om te weten wat de achtergrond en waar komt het vandaan. Ik wil deze website aanhalen. Panax Crystal. En die zegt, de Sinaï en zijn kopermijnen stonden er onbekend spiritueel te worden gedomineerd door de Egyptische godin van schoonheid, liefde en vrouwen, Hathor. Ze werd ook wel de dame van Malachiet genoemd. Van groene, koperhoudende steen werd ook kool gemaakt. En let op wat hierop staat. Want het is dus niet iets wat de gemeente alleen zegt, maar het is ook iets wat zij zelf zeggen en waarmee het verbonden is. Vrouwen die deze eyeliner aanbrachten, stonden onder de directe bescherming van de godin Hathor. En dat is best eng. Want we denken alleen dat opmaak is iets om mooi eruit te zien. Maar in Egypte had een bescherming, dus de betekenis was bescherming. En kijk wat hier staat. Het Egyptische woord voor oogmake-up werd hetzelfde geschreven als het woord voor bescherming. En daar komt dit oog vandaan. En daarom komt het dus die eyeliner vandaan. En die vrouwen in die tijd, die werden dus op die manier beschermd. En vandaar is het zo dat de priesters, er is een boodschap tegen de priesters, dat ze ook trots waren geworden. En je moet het denken, gewoon los van we gaan terug in de tijd. Wat gebeurde met het volk? Ze gingen de kalf aanbidden en ze deden alles wat vandaag de wereld doet, deden ze ook in Israël. Het volk van God. En God was zo teleurgesteld met de handel van zijn volk. En het volk zou vernietigd worden. En daarom zegt hij deze woorden in Hosea hoofdstuk 4, vers 5 tot en met 7. Daarom zul je falen bij dag. Ja, zelfs de profeet zal met u falen bij nacht. En ik zal uw moeder uitroeien. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Waar is de kennis gebleven? Waar is het woord gebleven? Waar is de zuiverheid van mijn volk? Zijn jullie dan echte kinderen van God? Was met andere woorden de vraag van de Heere aan het volk.
Wat doen jullie? Jullie zien net als de mensen van de wereld. Waarom volgen jullie die modus en de gewoontes van de wereld? Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is, terwijl ik de kennis verworpen heb. Dus het is niet dat het volk de kennis niet had, maar het was omdat het volk de kennis verworpen had. Ik heb u ook verworpen. De profeten werden verworpen. De priesters werden verworpen. De leiders werden verworpen. En nu was het de boodschap aan het volk. Mij het priesterambt niet zo bedienen, terwijl ik de wet uw gods vergeten heb. Gelijk ze meerder geworden zijn, al zo hebben ze tegen mij gezondigd. Ik denk ook aan de boodschap van Laodicea. Jullie denken dat jullie niks nodig hebben. Dat jullie zo trots zijn dat jullie geen kennis nodig hebben. Maar het probleem is niet gebrek aan kennis. Het probleem is kennis verwerpen. Dat was het probleem van het volk van Israël. En dat is ons probleem in onze tijd. En daarom is de oproep van de Heer vandaag om deze kennis en deze wijsheid waarover broer Hans gesproken heeft, te volgen. Niet de jongen, niet onze vrienden, niet de mensen van de wereld volgen, maar de ouderen die de wijsheid aan ons kunnen geven. De goden van onze tijd zijn anders. Wat doen we ermee? Volgen we die? In onze tijd hebben andere namen. Die heette camera's, die heette auto's, die heette ook kleding, die heette schoenen, die heette tassen, die heette van alles en nog wat heet het. Deze zijn onze goden. Maar wij zijn een volk die verwacht de kom van Jezus Christus. Wij zijn een volk die willen voorbereid zijn voor de spadenregen. We praten over de Heilige Geest en hoe hij ons moet voorbereiden. Waarvoor? Zodat wij Jezus Christus kunnen ontmoeten. En we kunnen ons niet veroorloven om onze tijd te verspillen met dingen die niet van God zijn. En dat is onze grootste strijd. En daarom wordt dit volk van deze tijd ook vereerd. Dat ze een hoogste eer krijgen, omdat ze in een tijd van zo'n grote losbandigheid, want dan vergelijk ik onze tijd met die tijd van Israël, precies dezelfde. God roept de weinigen die echt zijn stem willen luisteren. Want die zullen behouden worden. Het is degene die overwinnen. Het is degene die niet aanbidden. Die het beeld en het beest niet aanbidden. Maar die echt voor God staan. En God kiest een heel bijzondere manier om tot zijn volk te spreken. En dat zullen we morgen zien. Deze thema was hard. Dat weet ik. Maar met liefde. En dat zullen we ook in de volgende thema zien. Dat de liefde van God met zo'n situatie, in een onzedige toestand van het volk, toch God liefde toont en hij spreekt tot zijn hart en hij zegt van verandert, bekeert en komt tot mij. Want het thema van het boek is de oneindige liefde van God voor zijn volk. En Hosea heeft het in zijn eigen ervaring in vlees en bloed ook ervaren en ook begrijpen. Ik hoop dat wij de wereld niet volgen. Ik hoop dat wij anders kunnen zijn. Ik hoop dat wij als volk van God echt zuiver en voorbereid kunnen zijn voor de komst van Christus. En dan wil ik nog een andere tekst lezen ter afsluiting. En dat is Romeinen hoofdstuk 12 vers 2. En word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij mocht erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Amen.